Oud-international Glenn Helder gaf clinic aan G-teams bij WWNA. Website van Ondernemershuis officieel online. Voorpremière van de film Wild was in de bioscoop in Apeldoorn. Wethouder Johan Kruithof las voor op de basisschool Berg en Bos. Nieuwbouw van Riant kan nu eindelijk van start gaan. En Julianatoren heeft ruim 45.000 euro stormschade opgelopen. Op het hoofdveld van de voetbalvereniging WWNA in Wenum-Wiesel kregen vrijdagavond de G-teams van de club en van de Apeldoornse voetbalvereniging ZVV een gratis clinic van oud-international Glenn Helder. De spelers van deze teams hebben een lichamelijke beperking, maar laten zien dat zij heel goed kunnen voetballen. Een van de spelers vond de kliniek niet alleen leuk, hij had ook een uitgesproken mening over Glenn Helder. Je hebt net een kliniek gekregen met Glenn Helder, hoe was dat? Dat was super gaaf, echt heel leuk en ook echt super goed dat hij dat voor ons wil doen. Weet je waar hij allemaal gespeeld heeft? Ja, bij Vitesse, bij Sparta, bij Arsenal, Benfica. Dat zijn toch wel even grote clubs, of niet? Ja, klopt, zeker. Was hij een beetje aardig? Ja, hij was wel super aardig. Hij kon er nog niet zo heel veel van. Een beetje verleerd, denk ik. Ik vond jullie ook wel iets beter, hoor. Oh, dank u wel, meneer. Glenn Helder speelde met beide teams een potje voetbal. Hij was na de kliniek erg enthousiast. Ja, hartstikke leuk. Het gaat om dat ze plezier hebben. En ja, dat is eigenlijk het enige wat telt op zo'n avond. Hoe is dat voor jezelf om daar tussen te staan? Ja, hartstikke leuk. Omdat, je moet gewoon aan de bak. Nee, het is gewoon leuk, omdat je ziet als ze plezier hebben. En de beleving is natuurlijk ietsje anders. Maar als je gewoon ziet dat ze samenwerken, samen spelen, naar voren en achter met z'n allen. Ja, dat is toch gewoon leuk om te zien. Ik heb één tip. Een van de spelers die vond dat je nog wel een beetje achteruit bent gegaan. Dat je techniek niet meer zo heel goed was. Ja. Oké, okay, nou dan ga ik volgende keer ietsje beter mijn best doen tegen hem dan. Maar dat mag de club vaker doen, voetballers uitnodigen? Ja, zeker. Ik zou zeggen volgende week voor Persie of Dirk Kuyt. Nee. Glenn Helder gaf ook nog een lezing die druk werd bezocht. Waar ga je het allemaal over hebben? Ja, als ik ingehuurd word door gemeentes, dan praat je met jongeren. Dan is je lezing heeft een andere insteek. Maar het gaat meestal gewoon over jouw leven en dan de keuze die je maakt. En ja, in principe eigenlijk hoe je het niet moet doen. Maar ja, dat zijn natuurlijk ook leuke dingen die er gebeurd zijn. En de minder leuke dingen, ja, die zijn voor andere mensen misschien wel leuk om te horen. Nou, misschien, dat weet ik wel zeker, heb ik al meegemaakt. Zaterdagavond reed rond 9 uur een auto tegen een boom. Dat gebeurde op de Matenpoort in Apeldoorn. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder macht over het stuur kwijt. De auto stootte los en de bestuurder kwam met wat lichte verwondingen ervan af. De Matenpoort is tijdelijk afgesloten geweest voor onderzoek. De karatedames Nancy, Selina en Jennifer zijn Nederlands kampioen geworden. Dat gebeurde zondag in de Meenhal in Apeldoorn. Het kampioenschap was voor de dames een mooie opsteker als voorbereiding op het EK begin februari in Rusland. In het ondernemershuis op het Zwitserterrein werd maandagavond hun website officieel online gezet. Door een simpele handeling op een laptop zorgde wethouder Mark Sandman dat de site online kwam te staan. Het ondernemershuis is een nieuw initiatief. Hoe kijkt u daarna als voorzitter van de BKA? Ik vind dat een hele mooie stap. We zijn al heel lang bezig in de stad met een stukje samenwerking van verschillende partijen. Eigenlijk geroepen van wat zou het mooi zijn als we een plek hebben waar ondernemend Apeldoorn samenkomt. En die plek is er nu. En ik denk een mooi stukje samenwerking en een mooi stukje verbinding. En ik vind het mooi dat ik vanuit mijn rol als voorzitter van de BKA en daarnaast als directeur van de Rabobank daar een rol in heb kunnen spelen. Maar eer wie eer toekomt, dit is een samenwerking van een groot aantal partijen. Nou mis ik eigenlijk, en dan ben ik misschien een beetje advocaat van daar, ik ben zijn partij, de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel die heeft natuurlijk een wat andere positie, maar nogmaals wat ik zeg, dit zijn initiatiefnemers en wij sluiten helemaal niemand uit. Dus naast de BKA, dat is weliswaar de grootste ondernemersvereniging van Apeldoorn, werken we ook heel goed samen met een OBAN en allerlei andere partijen. Dus iedereen is hier van harte welkom en wat ik zeg, we gaan er samen iets moois van maken. Wethouder Mark Sandman vindt de ondernemersalliantie een heel goed initiatief. Wat zijn de verwachtingen?
Ja, ik denk dat dit de plek is waar Apeldoornse ondernemers die wat willen elkaar kunnen gaan vinden. Dat is misschien wel het belangrijkste. Wat ik een beetje mis, heb ik ook aan de voorzitter van de BKA gevraagd, is de betrokkenheid van de Kamer van Koophandel. Ja, maar ik kan me goed voorstellen dat die ook aansluiten. Maar dit is inderdaad een initiatief van de BKA, VNO, NCW en de gemeente, de Economische Alliantie. Maar in eerste instantie, dus het is de bedoeling dat hier nog veel meer, naast de KVK kan ik zo nog een rijtje mensen opnoemen die we hier graag zouden willen hebben en ook graag zeker gaan vinden. Dus dat wordt echt nog wel breder. Behalve Mark Zandman was ook wethouder Johan Kurthof aanwezig. De website gaat van start. Wat moet die gaan betekenen voor de arbeidsmarkt? Want ondernemers, dat snap ik. Ja, ondernemers en arbeidsmarkt heeft heel veel met elkaar te maken. Hè? Een bloeiende arbeidsmarkt is nodig voor die ondernemers om hun werk goed te kunnen doen, om winst te kunnen maken, om actief te kunnen zijn in de samenleving. En die arbeidsmarkt was een paar jaar geleden heel royaal. Veel meer mensen die werk zochten dan dat er werk was. Nu is het bijna andersom. Dus op zoek naar slimme verbindingen is echt nodig, ook in zo'n ondernemershuis als dit. Hoe kun je nou voor zorgen dat in de zorg, in de ICT en de maakindustrie, al die plekken die nog niet opgevuld zijn, maar waar wel behoefte aan is van en voor ondernemers, hoe kunnen we zorgen dat daar toch iets van invulling aan komt. Dat kan vanuit de bijstand, dat kan vanuit opleiding. Nou, dat zit toevallig in mijn portefeuille. Daarom maak ik me wat dat betreft net zo druk als collega Zandman om dit goed te laten slagen. Na het online zetten van de website werd er voor het eerst vergaderd door de leden van het ondernemershuis. Dinsdagavond kon de genodigde van de film Wild, Bonte families op de Veluwe, al in de View bioscoop in Apeldoorn bekijken. Onder de genodigden was commissaris van de Koning van Gelderland, Clemens Cornier. Wat vond u van de film? Het is een prachtige film en dat allemaal in onze eigen achtertuin. Het is onvoorstelbaar dat dit allemaal zo mooi is gefilmd kunnen worden. En wat vond u van de tekst van André van Duin? Ja, dat is met een klein beetje humor erbij, erg onderhoudend, maar toch ook wel weer informatief, goed gekozen, denk ik. Is voor u de Veluwe nu een stukje dichterbij? Die was natuurlijk al dichterbij. Ik probeer er iedere week ook te zijn, te wandelen, te fietsen. Maar dan zie je toch niet wat je nu op de film wel ziet. Je ziet misschien wel eens een keer een hert lopen of een ree of een zwijn. Maar een vos die jaagt, dat zie je eigenlijk nooit. Dus het is prachtig om dit zo dichtbij te zien. Een beetje trots op het achterland? Zeker. En trots als commissaris van de Koning van de mooiste provincie van Nederland. En hier gaat mijn biologiehart ook weer van kloppen. De film is mede tot stand gekomen door de gemeente Apeldoorn. Ja, het is natuurlijk uiteindelijk de producent Dutch Filmworks die deze film gemaakt heeft. Maar die was er niet geweest zonder dat de gemeente en de provincie daar ook aan bijgedragen hadden. En ja, daar is die samenwerking tussen gemeente en provincie wel essentieel voor geweest. En wat hebben jullie daarmee voor? Nou, uiteindelijk gaat heel veel toeristen, heel veel gasten die naar de Veluwe komen, die gaan niet naar één gemeente. Die gaan naar de Veluwe toe als gebied. Dus dan is het ook goed dat we als gebied samenwerken naar onze gasten. Maar dat is maar één deel van het verhaal, want tegelijkertijd wonen we op een fantastisch stukje van de wereld hier op de Veluwe. Dus het is ook echt belangrijk dat we die natuur, want daar heb je het dan over, ook goed beschermen. En is het nou de bedoeling dat er richting zeg maar, de toeristen die hier komen ook wat wordt gepromoot? Ja, ik denk dat deze film op zichzelf misschien wel de mooiste promotie is die we als Veluwe kunnen wensen. Maar waar ik ook wel een beetje op hoop is toch dat de mensen die op de Veluwe wonen ook zien, als ze de film zien, dat dit het meest fantastische stukje Nederland misschien wel is, waar ze gewoon middenin wonen. Luc Berres, provinciaal ambassadeur van Gelderland en Utrecht, was enorm onder de indruk over de film. Ik weet een heel klein beetje hoe moeilijk het is om dit soort mooie beelden te maken. Ik heb heel veel dingen gezien waarvan ik zeker weet, die zijn nog nooit op film laten zien. Daar was ik zeer van onder de indruk. En waar ik ook van onder de indruk ben, al weet je het eigenlijk wel, dat je toch weer ziet hoe ongelooflijk bijzonder die Veluwe is. We staan hier in Apeldoorn, een paar kilometer verderop, daar speelt zich dat allemaal af. En dat geldt voor al die mensen die op en om de Veluwe wonen. Die het ook wel weten hoe mooi die Veluwe is, maar als ze deze film weer zien, dan ben ik ervan overtuigd dat mensen zullen zeggen van, oh ja, het is toch wel eigenlijk wel een heel bijzondere achtertuin die we hebben. Op het laatste moment liet de maker van de film Luc Enting verstek gaan. Hij was die avond de gast bij de talkshow Jinek.
De film Wild, bonte families op de Veluwe is op 1 februari in de bioscoop te zien. Een 15-jarig meisje uit Apeldoorn is dinsdagavond op haar scooter geschept door een auto. Dat gebeurde omstreeks 8 uur op de kruising Laan van Erika en de Gilderlaan in de wijk De Maten. Het meisje is met meerdere breuken naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist werd meegenomen naar het bureau voor verhoor. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Een 24-jarige vrouw uit Apeldoorn die zich bij IS zou hebben aangesloten is in Turkije opgepakt. Dat laat de Turkse media weten. Het zou gaan om Xafira, Roos, Claire, Zwagenmakers. Behalve de Apeldoornse vrouw zijn er nog eens 13 verdachten opgepakt, waarvan er inmiddels al één is vrijgelaten. De vrouw uit Apeldoorn staat op de lijst van gezochte terroristen. Interpol zou eerder een internationaal opsporingsbevel hebben uitgevaardigd. Dat schrijft tenminste de Telegraaf. Op tal van scholen in ons land werd woensdag door bekende Nederlanders op basisscholen voorgelezen. Tijdens de Nationale Voorleesdag las wethouder Johan Kruithof op de basisschool Berg en Bos. Gevoelens van nostalgie of lees je toch nog wel eens vaker voor? Nou, ik heb tegenwoordig kleinkinderen, dus ja, ik lees weer vaker voor. Ja, er was een post dat ik niet voorlas, maar de laatste jaren weer actief aan het voorlezen. Nou, hoorden we net van de directeur dat het hier best aardig gaat met het lezen en schrijven. Hebben we beeld hoe het in Apeldoorn in het algemeen staat op die bijna kleine 80 basisscholen? Dat zijn er iets minder, zijn er 63 op dit moment basisscholen. Nog steeds heel veel met heel veel kinderen. Ja, voorlezen, ik zou bijna zeggen Nederlandser kan het niet. Dat is echt iets wat we vooral in Nederland, niet alleen hoor, maar vooral in Nederland heel intensief doen. Kinderen vanaf jaar 1, 2 bij de hand nemen, voorlezen, leren hun fantasie te prikkelen, dat hun wereld groter is dan wat ze zelf zien en horen en denken. Dat oefenen aan de hand van mooie, spannende verhalen, plaatjes, tekeningen en daar met ze over praten. Ja, er is eigenlijk niks mooiers dan voorgelezen worden. Het lezen van boeken en de iPad kunnen prima samengaan. Dat vindt althans de directeur van de school, Nanda Bolt. Lezen is heel belangrijk. Lezen heb je namelijk voor alles nodig. En als je lezen leuk vindt en daardoor ook veel leest, bevordert dat ook je woordenschat en je taalontwikkeling. En leer je ook teksten beter te begrijpen. En als je teksten beter kan begrijpen, dan is dat voor alles weer handig. En zeker ook voor je schoolwerk en voor je verdere schoolloopbaan. En hoe voeren jullie die strijd, om het zomaar eens te noemen, tegen de iPads en de iPhones, met name het digitale tijdperk? Ja, daar gaan we ook zeker wel mee, want wij zijn natuurlijk ook een school die meegaan met de tijd. En iPads en kunnen ook zeker een bijdrage leveren aan moderne onderwijs, maar kan het nooit vervangen. Wij zeggen altijd, we proberen een mix te zoeken tussen modern en traditioneel. En lezen in gewone boeken hoort daar nog steeds bij. De leerkrachten hier in groep 7 en 8, die lezen zelfs iedere dag gewoon nog voor. Voorlezen is zelfs voor een wethouder van groot belang. Weet je dat ik het zelfs soms nog leuk vind om door mijn vrouw te worden voorgelezen? Echt waar! Het is eindelijk zover. Na bijna 13 jaar mag er op het landgoed Spelderholt in Beekbergen de bouw van 12 villa's en een appartementencomplex beginnen. Het landgoed is van paardensportcentrum Riant, maar door vele bezwaren en het inzakken van de huizenmarkt lag dit plan jarenlang stil. Eigenaar van Riant, Mieke van der Gouw, wil daar liever niet meer op terugkijken. Ik wil daar niet te ver op inzoomen. Ik wil nu eigenlijk vooruitkijken. Dus dat was een hele bijzondere dag. Een stukje tot de buurt het er niet mee eens was. We hebben wat tegenwind gehad. Dat hebben we uiteindelijk op kunnen lossen onderling. Met behulp van de gemeente en de provincie. En het Gelders Landschap. En we gaan daar. Het was een groot pluimveeinstituut. Dat is rood voor rood, dus we gaan 50%, alles is gesloopt nu. Er wordt 50% teruggebouwd en we proberen daar echt een uniek stukje te bouwen. En alles wat te maken heeft met wonen in het luxere segment. Waarbij ze ook eventueel gebruik kunnen maken van ons paardensportcentrum. Geheel in stijl werd er van de thuisbasis van Riant met 2-2-span naar de bouwlocatie gereden. Mieke van der Gouw werd enige jaren geleden wereldkampioen 2-span. Dankzij haar vader is het paardensportcentrum Riant ontstaan.
Wij zijn hier 35 jaar geleden begonnen. Het is ontstaan uit hobby. Mijn vader had vroeger de hobby paarden. Er werden er te veel, vandaar dat we toen het bedrijf gekocht hebben. En ik ben me eigenlijk steeds meer gaan specialiseren in de aangespannen sport. Professioneel mee bezig gegaan. En dat is eigenlijk, Riant staat bekend om, het is geen manege, het is een paardensportcentrum. Dus de mensen kunnen hier de paard stallen. En wij zijn eigenlijk meer bezig met het africhten van in- en verkopen van handelspaarden voor de koets. Op het nu kale landgoed werd woensdag de contracten ondertekend tussen Riant en het bouwbedrijf van Wijnen. Niet alleen woningen worden er op het landgoed gebouwd, ook het paardensportcentrum moet in de toekomst daar straks komen. Wij denken dat we daar echt voor een bepaalde doelgroep echt wat luxer, exclusief wonen kunnen realiseren. En een fijne plek om te wonen. Hè. En zij hebben daarnaast de ambitie om een manege te realiseren. Als nieuwbouw ten opzichte van de plek waar ze nu hier zitten. En ook daar gaan we ze bij helpen. Dus dat is eigenlijk de afspraak die we net met elkaar gemaakt hebben. Jullie gaan verhuizen, betekent ook dat je alles eigenlijk opnieuw kan ontwerpen. Heb je al enige ideeën hoe het nieuwe ontwerp van de nieuwe Riant eruit gaat zien? Daar zijn we volop mee bezig. De vergunningen van de appartementcomplex en van de villa's is afgegeven. Dus dat is allemaal al klaar. Daar kunnen we ook zeer snel mee van start gaan. De manege, of tenminste het paardensportcentrum, daar zijn we mee bezig om dat één keer opnieuw te mogen ontwikkelen. Dus met de technologie van tegenwoordig en alle mogelijkheden die het biedt, willen we daar zoveel mogelijk gebruik van gaan maken. Tot we eigenlijk een nieuw paardensportcentrum hebben die past in deze tijd. Het nieuwe paardensportcentrum moet tussen de 2 en 4 jaar klaar zijn. Het landgoed krijgt ook een nieuwe naam. Wij noemen het eigenlijk landgoed Riant. De te bouwen woningen zijn nog niet verkocht. Nee, ze zijn nog niet verkocht. Er ligt al een plan inderdaad en we gaan eigenlijk met dat plan verder. En wat bedoel ik daarmee? Dat we eigenlijk het gesprek aan willen gaan met mensen die deze locatie ook heel erg mooi vinden. En met hun te kijken of dat het passend is, dat wat er nu allemaal getekend is. Dan wel dat we nog wat maatwerk kunnen doen om het voor deze mensen een nog prettigere leefomgeving te maken. Wat gaat er komen op de plek waar jullie nu zitten? Dat wordt helemaal gesloopt. Schoon opgeleverd en hier komen ook 4 villa-kavels. Zangeres Kim Wild, die vooral in de jaren 80 bekend werd met de hits als Cambodia en Kids in America, gaat in november door Nederland toeren. Haar concerten zijn het gevolg van haar nieuwe album Here Comes the Aliens, dat in maart zal verschijnen. De inmiddels 57-jarige zangeres heeft optredens in 8 Nederlandse theaters, waaronder in Orpheus. Op donderdag 15 november is Kim Wild in Apeldoorn. De kaartverkoop voor de concerten zijn reeds begonnen. De storm die vorige week over Nederland raasde, heeft een aanzienlijke schade aan het attractiepark Julianatoren toegebracht. Hoeveel bedraagt die? De schade die is uitgevallen rond 45.000 euro. En over welke schade hebben we het dan hier? De schade die is ontstaan aan speeltoestellen, aan attracties, polyesterbeelden en decoratiemateriaal hier op de toren. Jullie waren wel heel erg laat begonnen met opruimen. Hoe zit dat? Het is natuurlijk een verzekeringskwestie, dus je kan niet direct alles weghalen wat ik heb begrepen. Dus je zult even moeten wachten met het herstellen en opruimen van alles. Met man en macht wordt er gewerkt om het attractiepark weer te herstellen. Vrijdag 30 maart moet de Julianatoren weer open voor het publiek. Gaan jullie dat redden? Dat gaan we redden. We hebben de hulp ingezet van extra personeelsleden, ook van externe bedrijven. Om toch alles op tijd voor elkaar te gaan krijgen voor 30 maart. Ja, want er zijn nogal wat bomen omgewaaid. Hoeveel in totaal? Er zijn ongeveer 25 bomen omgewaaid hier op het terrein. Bepaalde boomstammen zijn in stukken gezaagd en gaan straks dienen als kinderzitplaatsen of als hinkstap-springblokken. De ruim 45.000 euro schade wordt straks niet doorberekend in het toegangskaartje. Nee, zeker niet. Nee, wij zijn er netjes voor verzekerd, dus dat wordt opgelost. Morgen is het bewolkt met in de middag kans op een paar buien. Er staat een vrij harde wind en het wordt een graad of 10. In de avond kunnen er nog een paar buien vallen. In de nacht is het droog, de wind neemt af en het kwik daalt naar zo'n 2 graden. Dinsdag is het vrijwel bewolkt en blijft het droog. Woensdag wordt een regenachtige dag met veel wind. Overdag wordt het een graad of 7 en in de nacht rond de 2 graden.